mensen kijken ons ook raar aan als we echt komen en zeggen ja. We gingen op een gegeven moment echt letterlijk wennen. Dan kan je toch niet laten kiezen. Dit is echt koud gewoon, letterlijk. Ik ga deze even proeven. Want ik heb dus nog nooit een hamburger op bij de McDonald's. Dat is een gekke gewoonte voor mij. Echt, echt erg. Best wel. Oké. Hey. Hallo. Wij zijn Merel en Mandy. En vandaag hebben wij een McDonald's McBag. Yay. Nou, laten we het uitpakken. Ja. We hebben het wandelend gehaald, maar het is nog vrij warm. Ja, dat is ook maar 5 minuten lopen. Ja, oké, dat is waar. Pas. Servetjes. Welke hamburger had jij? Die oranje. Oké. En ik keep notes. Dank. Ja. Ik moet even... Oh! Shit, sorry. Sorry. Honger. Oké, afzak? Oh, ja. Even vertellen wat we hebben. Ik heb kipnuggets. Het is een beetje koud, hoor. Ja? Nee, voor mij is het nog wel zo warm. Doe hier. Oh, maar ja. Maar in ieder geval. Oh, dit is heel koud. Ja. Nou, ik maak niet uit. Ik ga het eten. Maar in ieder geval, kipnuggets. Kipnuggets, ik heb ook kipnuggets. Een cheeseburger. Ik heb een, wat voor burger is dit? Gewoon een hamburger. Nee, ik had nooit bij McDonald's. Een hamburger gegeten. Ja, maar ik heb nog nooit een hamburger daar gegeten. En ik kom er sowieso niet vaak. Hoe dan? En sausies? Ja, vies. Yeah. Oh, dit ruikt wel lekker. Ik ga niet open. Moet ik het dan? Oh. Ja, ik heb het. Welke saus eten jullie bij kipnuggets? Oh ja. Ik eet dus eigenlijk altijd frietsaus. Ik ook. En dan ook. Soms een soort van een beetje zoetzuur. Maar die welke heb jij dan nu? Lekker. Dit is ook ja, zoetzuur. Ja. Oh ja. Ja, ik... Ik eet eigenlijk nooit echt zoetzuur, want ik vind die McDonald's Mac saus, zeg maar, vind ik gewoon eigenlijk dit lekker. Volgens mij hebben heel veel mensen dat. Maar zoetzuur is volgens mij ook wel een soort populair. Het gaat er inderdaad moeilijk af. Mm-hmm. Maar het lukt wel. Nee. Het is echt niet zo warm. Lekker koud. Oh, jammer. Maar ja. Gaat het? Nee. Ik vind echt dat ze deze saus in elk land moeten. Ja, dat wilde ik net zeggen. En bijvoorbeeld in Engeland. Mm. Ja, dat is niet. Je hebt zo'n die vieze, zure, witte mayonaise. Ja, ik haat die. Oh, echt niet lekker. Maar ik vraag me dan ook echt af, waarom is het alleen Nederland dan? Hoezo? Ik weet niet. Maar ja, dank je trouwens voor het open. Sorry. In Engeland hebben we sowieso andere dingen, want daar hebben ze hash browns en al die dingen. Dat was wel lekker. Dat was wel vettig. Want ja, wij waren ik vond het lekker, maar niet op ontbijt. Nee, ook niet. We waren in januari in Newcastle op een boot. Maar we hadden heel misselijk weer een cruise boat. En we hadden echt een minikamer, nog kleiner dan gewoon een slaapkamer. Het was echt een hok. Een hok. Het had geen raam. Nee, het had geen raam en we werden zo misselijk. Maar het was wel gezellig. Ja. Alleen het misselijke was gewoon heel erg jammer. En Newcastle was ook wel echt een mooie stad, vond ik. Alleen het waaide heel hard. Hij waaide zo hard. Ik kan wel even een beeld in monteren dat je ons zou zien, maar het waaide echt zo hard. Niet normaal. Maar het was wel leuk. Oh. Ze gingen zo hard rennen voor die bus op het laatste, weet je nog? Wij konden op een gegeven moment op het laatste de busstop niet meer vinden. Ja. En het was zeg maar, er gingen 2 of 3 bussen om bepaalde tijden naar de boot terug. En als je die niet haalt, ja, dan zit je in Newcastle maar, en dan gaat die boot vertrekken. Wij gingen dus naar de Tesco, naar de supermarkt. Ja, zeg hele maar. Grote. Maar dat was echt een half uur lopen en we moesten echt een hele snelle berg op. En we deden het echt toen we nog maar 1,5 uur hadden of zo. Dus eigenlijk waren we echt super jong. Want we moesten super erg snel lopen en het waaide heel hard. En we moesten een hele hoge berg op. En toen moesten we ook nog terug en in die winkel kijken. Ja. Dus toen moesten we echt begin op een gegeven moment echt letterlijk wennen. Maar we hadden wel echt de laatste bus. Ja, we hadden wel echt de laatste bus. We hadden echt geluk. Maar waar dit vraag ik naartoe ging, daar waren in Newcastle. Ja. En toen gingen we naar de Mac, want we wilden heel graag, hoe heet dat? Een hash brown. Een hash brown. Brown. Ik kan het niet goed zeggen. Proeven. Maar dat verkoopt dus alleen zeg maar als ontbijt. Maar het is zeg maar gewoon een soort van rusty. Zeg maar ja, eigenlijk is het nou, een soort rusty, zo'n langwerpige rusty ongeveer. Dat verkoopt in de ochtend. En was wel lekker, maar ik vind het niet lekker als ontbijt, want het is best wel een soort vettig. Maar sowieso hebben ze in Engeland best wel gekke ontbijt. Net als met bonen. Wie eet er nou nog van bonen met tomatensaus? Maar, vertel wat we gaan doen. Binnenkort gaan we een video maken waar we 24 uur alleen maar Brits eten. Ja, ik ben echt benieuwd. Maar ik heb niet in die bonen.
Nee, ik vind dat zo goor. Dit wordt echt leuk. Dat lijkt me echt niet lekker, nee. Dit is echt koud gewoon, letterlijk. Oh, eten jullie dus je augurk op de burger? Want ik haal hem er altijd af. Ik vind dat zo niet lekker. Maar er zit echt één mini rondje op. Het lekkerste deel van die burger vinden, maar... Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Ja. Zou ik ook eens die... Ik zag laatst op Facebook dat iemand... volgens mij een meisje uit Engeland. Die had zo'n gedeeld van zo'n hamburger van de Mac. Met alleen maar van die augurken. Dat het heel lekker zou zijn. Maar lekker? Is het nog wel lekker? Het is koud. Oh. Ik ga deze even proeven. Want ik heb dus nog nooit een hamburger op bij de McDonald's. Ik bestel meestal... Ja, ik kom dus niet vaak. Maar als ik er kom, dan bestel ik meestal kipnuggets. Of een chili chicken. Dat. Maar, het zit erop. Ui, zeker. Ja, dat is uit. Oh. Je doet het eigenlijk wel iets vet, Gorsje. Oh ja, het ziet er maar dus jij die afwerken. Nee, dit ziet er ook toch niet heel aantrekkelijk uit. Die hamburger is ook zo dun. Dit is ook echt niet goede kwaliteit hamburger. Nee, ben niet. Een beetje droog, soms. Hoe eten jullie dus je McDonald's? Want er zijn dus mensen die bijvoorbeeld eerst een burger eten, dan een friet of andersom. Maar ik neem alles door elkaar. Ja, want dat is, dan kun je een soort van... Ik vind dat lekkers. Overal wat van nemen. Ja. Maar trouwens, wat ik vind van de hamburger... Niet zo speciaal. Nee. Hij is niet geweldig. Dus, ja. Nee, maar dat is het ook echt niet. Maar ik vind het wel gewoon lekker. Nou, ik zou denk ik eerder een chili chicken nemen. Of kipnuggets gewoon. Er zit meer smaak in dan. Er zit inderdaad gewoon niet zoveel smaak aan. Misschien is het lekker als ik hierin loop. Of is dat niet lekker? Ik heb het niet gedaan. Ik weet niet. Best veel mensen doen dat, maar ik heb het ook nooit gevoeld. Ja. Maar het is ook elke keer soort van anders. Soms zit er heel veel saus op, soms er geen saus op. Ik zeg maar bijna geen saus. Ja. Ik kan ook niks. Weet je dat elke McDonald's hamburger zo'n gaatje heeft? Gaatje? Ja. Waarom? Weet ik ook niet, maar dat is zo. Dat... Ik weet niet hoe het komt. Is dat voor de lucht of zo in het brood? Als je het weet, laat het weten. Ja. Maar, jongens, dit is dus een van onze eerste video's. Ja, ik deed het ooit aan YouTube. Ik was weg, maar ik ben er weer. Maar niet alleen. Samen. We houden dus echt van om naar concerten te gaan. Ik denk dat ik in de afgelopen 2 jaar, ik had geteld, ik heb een lijstje gemaakt. Maar... Iets tussen de 20 en 30 concerten ben geweest. Ik door jou eigenlijk. Ik denk echt wel meer, denk ik. Ja, maar jij ook vaak. Maar zeg maar, ik ben pas echt naar concerten gegaan sinds 2 jaar. Sinds dat ik jou kende. Ja, maar ik ging daarvoor ook niet echt naar 100.000 concerten. Kijk, ik ging wel naar concerten, maar niet heel veel. Nou, dat is maar. Toen leerde ik dus Merel kennen. En toen gingen we... Het eerste concert van ons samen was bij Rudimental. Het was zo leuk. Maar even serieus, wij kenden elkaar 2 maanden, hadden elkaar 1 keer gezien. En toen gingen we 4 Emery concerten in het buitenland. Echt zo erg. Maar het was wel echt heel leuk, gezellig. Ik had dat niet zomaar gedaan als ik jou niet vertrouwde ofzo. Of als ik het niet leuk had gevonden, want dat doe ik echt niet snel. Nee, oké, maar nog steeds. We kennen het allemaal uiteindelijk niet goed geklikt ofzo. Ja. Weet je, en dan gingen we daarheen. Dat was inderdaad wel echt. Maar ja, Rudimental was echt heel leuk. Toen gingen we echt naar veel concerten. En het was gewoon altijd zo gezellig. Ja. En zo leuk om mee te maken. We hebben dus ook leuke video's gemaakt met die 24 uur challenge en zo. Ja. Die Brits eten. En we hebben video's gemaakt over de albumcoverfoto's na gingen maken. Een beetje schuin kijken. Een beetje naast je arm kijken. Dat was ook heel grappig. Ja, sommige dingen waren echt heel moeilijk. Best wel, hè? Wow. Inderdaad raar die augurkje. Je hebt echt zo'n crunch ineens. Ja, vies, hè? Oh. Vind je het lekker? Heftig ineens. Maar dat kan niet wel smaak. Als ik dit aan mijn zusje geef, die eet het gewoon... Ik geef gewoon normaal mijn augurk aan haar en die eet het gewoon zo op. Oh. En los ook, hè? Dat zou ik niet doen. Ja, wat ik wel grappig vind, in die vorige mukbang die ik ooit met mijn zusje heb gedaan, 2 jaar geleden of zo, drink sushi eten met haar. En toen... Toen had ik volgens mij nog bijna nooit sushi gegeten. Of als in, niet alle sushi, met vis en zo, want ik hou normaal niet van vis. En uiteindelijk vond ik het wel lekker en nu proef ik een hamburger. Wauw! Ik kijk zelf niet zo heel vaak Mukbangs, maar soms als ik dan zelf iets ga eten of zo, ben alleen of zo in de avond, dan vind ik het wel een soort leuk of zo om te kijken. Ja. Ik kijk heel soms in mijn bed of zo. Maar niet als ik eet. Krijg je dan geen honger? Jawel, echt heel erg.
Maar ik heb nog nooit een mukbang gekeken als ik aan het eten ben. Kijk hoeveel servetjes ze ook geven, of is het normaal? Ze nou, denken dat we met heel veel mensen zijn. Nee, we hebben echt niet veel besteld. Zoveel is het ook weer niet, toch? Nee. Wel even McDonald's soort van gemist. Jij niet? Ja? Ja, nou, ik ga naar McDonald's. Maar ik ga niet heel vaak, maar ik vind het wel echt lekker. Nou, ik vind vooral de patatjes gewoon lekker met die saus nou, maar, vooral. Want die patatjes los eten is niet zoveel aan. McDonald's is gewoon of heel lekker of heel teleurstellend. Ja, het is... Vandaag vind ik het toch soort van weer minder of zo. Ja? Ja. En waarom dan? Nou, sowieso is het koud en soms heeft het gewoon minder smaak. Kijk, die kipnuggetjes smaken gewoon altijd hetzelfde, behalve dat het koud kan zijn. Ja. Maar soms zit er te weinig saus, de friet of te veel. Of soms is die burger niet lekker met weinig saus. En... Weet je niet. Wat was jouw favoriete concert? Oh, nou. Dan kan je me toch niet laten kiezen. ja, ik denk dat Rudimental Side View staat wel echt gewoon bovenaan. Omdat het gewoon echt mijn eerste soort van echte concert was. En dat was gewoon echt heel leuk. Het was echt heel leuk. Echt leuk, ja. Maar verder dan... Ik heb een favoriete vind ik één van die van Emery. Maar dat... Ja. Wat was je favoriete Emery concert? Nou, die in Berlijn vond ik heel speciaal. Met dat rondje in het midden. Mm-hmm. Ibiza was ook echt heel leuk. Ja. Maar ook gewoon alles eromheen. Maar Ibiza was ook gewoon heel... Een soort van... Persoonlijk-achtig. Want wij was zo dichtbij. Ja, het was heel dichtbij. Wij waren de enige fans, zeg maar. Dus we hadden gewoon heel veel interactie. Maar eigenlijk... En, ja. Er was een soort klein rond podium. Heel laag ook. Denk... Ja, zeg maar gewoon... Als wij hier stonden dan aan die rand... Ja, dan was gewoon hier eigenlijk al het podium. Hier liepen ze dan allemaal. En... Toen kwam daar Emery met Really Mental. Ik kon gewoon het podium echt makkelijk aanraken. We hadden gewoon een spullen op het podium gelegd, dat mocht niet. Ik werd ook boos, maar ja, baten. Kon dus gewoon makkelijk. Maar dat was echt heel gezellig ook. Dat was echt zo'n leuk concert. Oh, toen ging ik zingen. Oh ja. Bij die eerste show, toen was het bij 2002. Toen kwam Emery zo met die microfoon naar beneden. Zo. Ja, toen was zo. Ja, toen was hij zo naar toe. Beeld zat ook zo. En de tweede keer kwam ze weer. Toen moesten ze echt een volle zin zingen allemaal. Ja, dat was bij Johnny. Het was heel grappig. Ik kwam wel een filmpje invoegen, maar het was zo vals. We stonden daar aan deze kant. Nog een leuk feitje over Mandy en mij. Wij drinken eigenlijk altijd water. Oh ja, heel saai vinden mensen dat. Ja. Drinken echt altijd water. Altijd. Ja. Mensen kijken ons ook een raar aan als we echt komen en zeggen ja, wat willen we drinken? Wat fris, koffie, thee. Water. Nee, gewoon water. Prima. Ja. Maar het is goedkoop, het is lekker, het is gezond. Nog niet iedereen dat ik het drink. En drink je het dan? Welke reden blijf je nog over dan? Ja, niet dat het goedkoop is. Nee, maar het is toch lekker, ik bedoel. Ja, oké. Okay. Als ik in een restaurant ben of zo, dan bestel ik het wel ijsje. Dat zou zo zusje kunnen zijn, echt. Dat is echt erg. Wat is je favoriete ontbijt? Vroeger? Nou, ik zeg wel vroeger, maar ook gewoon een tijdje terug ook. Toen had ik altijd een broodje met pindakaas. Wat? Hagelslag. Pindakaas met hagelslag. Nee, Mandy houdt dus echt van pindakaas en hagelslag. Ik heb het nog steeds niet geproefd. Ja, jij moet echt een keer proeven. Jongens, alsjeblieft. Ik ben echt niet de enige die dat lekker vindt. Op een broodje pindakaas met hagelslag. Dat is toch lekker? Ik had het vroeger zo vaak. Nou, nog steeds. Ja, ja. Het is gewoon makkelijk beleg. Ja, en het blijft lekker. Dat. Ja. Maar wat zou je vertellen? Ik had altijd een broodje met hagelslag in de ochtend. Maar dan wel pure hagelslag. Want melkhagelslag vind ik te zoet of zo. En wit hou ik sowieso er niet van. Nee. Maar gewoon een broodje pure hagelslag. Maar nu eet ik eigenlijk altijd muesli. Nou, het is niet echt muesli. Het is die... Krusli? Krusli met chocola. Van de Kweker. Fotootje. Dat is gewoon nee. Dat deed ik eigenlijk altijd. En dan als we hebben met aardbeien of framboos of zo erbij. Maar ik heb zo wel periodes dat ik daar even genoeg van heb. Ja, en dan ga ik weer even wat anders eten. Maar meestal dat. Of dan tijdens terug naar elke dag een broodje hagelslag. Ja? Ik wissel het meestal af... Dus yoghurt, dan doe ik meestal Griekse yoghurt, nog wat dikker. Met stukjes fruit erin. Eigenlijk is het meer fruit met yoghurt in plaats van yoghurt met fruit.
Dat is een gekke gewoonte van mij. Snij ik dus fruit in hele kleine stukjes. Dat is zo dom. Mijn ouders leggen me altijd uit. En mijn zusje verklaart me ook echt voor gek. Maar dan doe ik het in echt kleine stukjes snijden. Allemaal fruit. Een kiwi, een appel, besjes, aardbeien. Dat ligt aan wat we in huis hebben. Want dan heb ik voor mijn gevoel meer. En dan kan ik in elke hap kan ik fruit eten. En ik hou gewoon niet zo van die grote brokken in je eten. Dat is echt heel dom. Gelukkig. Maar of wat ik ook lekker vind. Eet dan soms ook als ontbijt, maar soms ook als lunch. Crackers met avocado. Ik maar hou niet van avocado. Ja, daar hield ik dus ook niet van, tot ik het ging proeven. Maar ik hou dan niet van die plakken. Ik hou er niet van, tot ik het ging proeven. Ja, maar ik dacht ook dat het vies, hype en zo. Nee, maar ik heb het wel geproefd, maar ik kon niet lekker. Oh. Ja, maar ik hou dus ook niet van die plakken. Sommige mensen doen een soort van, echt zo'n schijf plak avocado op hun brood of een cracker. Maar ik vind het lekker op crackers met dan... Dan doe ik het soort van prakken. Ja, dan smaakt het anders. Het is misschien dom, maar in mijn hoofd smaakt het anders. En doe ik een beetje zout en peper. Dan vind ik het wel lekker. Wat is je lievelingseten? Het staat er niet tussen, maar dat is eigenlijk wel gewoon een logische vraag. Daar moet ik even over nadenken, denk ik even. Ik weet het eigenlijk ook. Oh. Ik denk... Nou. Oh. Ik hou ja, ik weet niet. Voor mij denk ik... Pasta pesto. Ja, pasta pesto. En pizza vind ik ook, een goede pizza vind ik ook echt heel lekker. En ja, maar rest, lievelingseten. Burritos vind ik ook lekker. Heel erg Italiaans, denk ik dit allemaal. Ja, ik ook wel, denk ik. Ja. En spinazieschotel vind ik ook heel lekker. Ja, dat weet jij altijd, maar dat is niet iets normaals volgens mij, maar dat maakt mijn moeder. Moet ik maar weer jou eten en dan dat eten. Ja, dat? Hoor niet meer. Maar dat is wel zo van. Ja, kom maar. Hoe eet jij je patat? Want zeg maar, sommige mensen die pakken dan gelijk 3, 4 patat tegelijk en deel ze het in. Soms ik deel er meestal 1. Ik doe er meestal 1 of 2. Ja, oké, 2 soms ook misschien. Maar niet in de hand. En het is ook bizar, want ik hou altijd weer zout over. Maar sommige mensen ook echt niet hoor. Maar ik doe denk ik best wel weinig zout. Sommige mensen, die hebben gewoon echt 2 van deze dingen en dan hebben ze nog 2. Echt hoor, sommige mensen bestaan niet echt zout. Maar besef dat wij gewoon... Ik heb nu iets en friet met dit al gegeten. Mm-hmm. Oh, ja, ik heb het altijd. Ik heb ook gewoon. Ik vind dat echt eigenlijk zonde, maar ik weet niet. Nou, ik proef het. Maar weet het, ik had ook gewoon die kruidenbakjes van vroeger. Daar had ik gewoon genoeg aan. Nou, dat was beter. Ik snap ook niet waarom ze het zo groot hebben gemaakt. Wat ja, ik denk dat er heel veel mensen waren die toen echt heel veel bakjes bestelden. Dat zou ook kunnen. Dat is gewoon raar. Dat is ook zeker waar. Als jullie nog ideeën hebben. Wat voor video's wij kunnen maken. We hebben wel heel veel ideeën, maar misschien hebben jullie iets wat jullie graag willen zien van ons. Want misschien, weet niet. Nou, we willen sowieso concertgerelateerde video's maken als het weer kan. Als we concerten kunnen helaas. Kan nou, natuurlijk nog even. Tot die tijd, andere leuke video's. En dat blijven we denk ik ook wel doen. Ja. Maar als we ook gewoon net tussendoor. En niet als we wekelijks naar een concert gaan. Soms wel. Maar niet altijd. Mijn toppunt was... Oh ja. Toen had ik op een vrijdag ging naar Esther S. De zaterdag ging naar Julia Michaels. En de zondag moest ik echt om 7 uur, 5 uur, 6 uur zoiets. Moest op het vliegtuig zijn. Naar Londen. Toen gingen we naar Londen, naar Emery. Ja. Dat is echt erg. Had je die niet nog eentje in die week? Little Mix. Oh dat ja, die week daarna zeg maar. Dan nadat Emery was geweest, dan die woensdag was nog Little Mix. Echt bizar. Echt erg. Echt erg. Best wel. Maar ja, als het leuk is. En weet je, soms valt het gewoon achter elkaar of zo. Ja. Dat kan je toch niet doen? Ik bedoel, jij kiest maar niet waar het concert gaat plaatsvinden. Ja. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel leuk. Ja, sowieso leuk. Ja, het op jongens. Yay! Zie je, het was niet echt te veel of zo. Nee, ik zit wel gewoon vol. Ja, ja. Maar weet je wat ik wel met McDonald's? Nou? Het zeg maar, het vult, maar best wel veel snel ook weer niet. Oh, echt? Ja. Oh. Dat je best wel snel een soort van weer trek hebt. Het verteert snel. Ja. En het is eigenlijk ook gewoon allemaal suiker natuurlijk. Ja, het is echt vet ongezond. Ons eten is op. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat jullie hebben genoten. Van ons eten. Van ons eten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Duimpje omhoog. Abonneer. Yeah. En tot de volgende keer. Ja. Doei. Bye. Ja, goeie.